Redelijk sociale tussen haakjes honden. Nou, voor redelijk sociaal doe ik het wel, ja. Ik ben zelf ook redelijk sociaal. Klinkt beter dan gevaarlijke honden. Ja, toch? Ja. En ik heb lieve honden. Lief? Nee, gewoon volledig sociaal wil jij. Ah, hij doet gewoon open. Ook klompen nog wel. Ah, mooi. Het is een bijzonder huis. Ja, hoezo? Het is gewoon... Het is niet zo bijzonder. Jawel, ja, nee, het is mooi. Het is mooi, denk ik. Ja. Hoe lang woont hij hier nu? Nu van een jaar en 3 maanden. Ja, precies. Ja. En hoe bent u zo op deze plek gevallen? Hoe is dat zo gegaan? Nou, wij woonden hier dus tegenover. En die andere boerderij. En dit kwam toen te koop, of hoe is dat gegaan? Ja, zo was het, precies. Ja. Ja. Dus het beviel u goed op deze plek? Ja, inderdaad, hartstikke mooi hier. Ja? Ja. Wat maakt het zo mooi? Nou, je kunt verkijken hier. Ik heb in Malawi bij een meer gewoond in Zuidelijk Afrika, zeg maar. En dan kon je ook zo ver over dat meer kijken, dat is mooi. Ver kunt kijken, dat is mooi. Ja, dus het doet een beetje denken aan Afrika eigenlijk hier. Ja. Maar nou, komt u ook uit Groningen of komt u helemaal niet uit de provincie? Nee, ik kom uit de Stellingwerven. Okay. Namelijk uit Oldeholt-Paden. Maar vindt u zelf dan een Fries of hoe moet ik u dan zien? Ja, Stellingwerven hoort bij Friesland. Ja. Dus dat is onvermijdelijk, maar... En, niet Friestalig natuurlijk. Nee. Hoe voelt u zich dan hier in het Groningen? In het Gronings? Nou ja, het is allemaal Neder-Saksisch, hè? Dus dat gaat redelijk goed. U redt zich er wel mee. Ja. Nog een ander aardig detail is Lontel Ernie. Die heeft een tijdje gewoond. Aha, van de Shakers. Oh jij, kijk, Erik staat er gelijk op aan. Ja. Ernie in de Shakers was een band uit Arnhem, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Maar hij kwam eigenlijk uit Assen en zijn broer woonde hier. En toen was hij eigenlijk op plaats, was hij ziek. En toen heeft hij hier een tijdje gewoond. Dus, oké, het is misschien wat rommelig. En eigenlijk stiekem rommelige huizen leuker dan heel net opgeruimde huizen. Ja, dit is de keuken. Dan gaan we even naar de kamer, dat is het mooiste. Ja, dat lijkt me heel mooi. Dus, dit lijkt me nog echt heel origineel ook. We hebben het natuurlijk zelf allemaal ingeplakt, dat behang. Maar, dit behang? Ja. Oh, maar dat heeft u goed gedaan, want dat lijkt heel origineel. Ja, zeker mooi, ja. Ja. Maar, en de banken en het meubilair, dat heeft u ook allemaal zelf meegenomen? Ja, ze zijn erbij aangeschaft. Prachtig. Ja. Echt nog in de oude stijl. Ja, een beetje wel, hè? Ja. Of woont u hier alleen? Nee, ik woon met een gezin. Ja. En vooral met 3 kinderen. Ja. Dus, waar is iedereen eigenlijk? U bent nu alleen. Ja, nee, iedereen slaapt nog. Is dat zo? Een beetje zachtjes doen. Ja, mijn vrouw heeft ook als nachtdienst. Dus, precies. U had het over Afrika. U heeft in Afrika gewoond. In Malawi. Wat deed u daar? Nou, mijn vrouw die was stroopmaats. Dus dan moet je ook naar de troop gaan als je daar bent. Ja, precies. En ik was gewoon mee. Ik had geluk. Ik mocht mee. Ik kan mooi zwemmen met meer van Lali. Hartstikke mooi, ja. Nou, bedankt dat we even binnen mochten kijken. Leuk. In dit huis. Ja. We gaan weer verder. Okay. Fijne zondag. Ja. Hey, bedankt. Ja. Doei, fijne zondag. Doei.